De laatste getuige. Een waargebeurd verhaal van de schrijver Frank Krake over Wim Alozerij. Een man die 3 concentratiekampen overleefde en een grote scheepsramp. 2 jaar geleden, toen raakte de hoogbejaarde Wim Alozerij in gesprek met Frank Krake na een boekpresentatie. Dat kreeg grote gevolgen, want ze kwamen te spreken over zijn leven. Wim Alozerij die heeft in dit boek zijn levensverhaal verteld aan Frank Krake en dat is echt de moeite van het lezen waard. Het is heftig wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je leest het ook met bewondering voor zijn uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Wat je ook beseft is dat de wereld na de Tweede Wereldoorlog heeft besloten, dit mag nooit meer gebeuren. En wat je ook beseft, althans ik na het lezen van dit boek, is dat dit nog elke dag gebeurt. Wat in de concentratiekampen is gebeurd. Ik las bijvoorbeeld vanmorgen in de krant over 2 Somalische vluchtelingen, hoe die in Libië werden behandeld. Ik lees voor. Ik moest bukken om als tafeltje te dienen voor de bewakers als ze gingen eten, vertelt Ibrahim. En ze lieten ons voor de lol de hele dag stenen dragen. De volgende dag moesten we ze weer terugsjouwen. Dat is ongeveer precies zoals de nazi's deden in de concentratiekampen. En natuurlijk nog veel erger. Wat ik maar wil zeggen is, ga dit boek lezen. Het is echt de moeite waard, heel erg leerzaam en blijf je voor altijd bij. Ik lees een stukje voor, helemaal achterin het boek. Over na de oorlog. Naarmate de ergste trauma's sleten, had Wim het er steeds vaker over dat hij wel eens terug zou willen naar de plekken waar de kampen hadden gestaan. Hij had het gevoel dat hij daarmee het boek echt dicht zou kunnen slaan. Neuengamme, waar hij gezeten had, was verboden terrein. Daar kwam niemand meer het kampterrein op. De Hamburgse autoriteiten hadden heel slim een gevangenis gebouwd op het terrein van het voormalige concentratiekamp. Wim keerde in 1955 wel nog 1 keer terug naar Husum, samen met Miep, waar hij ook gevangen had gezeten, en Miep is een vrouw. De barakken waren afgebroken nadat ze nog jaren als opvangkamp voor vluchtelingendienst hadden gedaan. Alleen wat funderingen en halve muren waren nog zichtbaar en de wasserhaan, de beruchte brandkraan, stond nog 4 overeind. Die is gebruikt tijdens martelpraktijken door de Duitsers. Wim liet zijn ogen over het voormalige kampterrein gaan en vele luikjes die 10 jaar lang gesloten waren gebleven, gingen open. Hij hield de hand van zijn vrouw stevig vast, zijn houvast en rots in de branding.